in zijn eigen land behouden. Want, zoals ik dat vertrouwde, zoiets strekt de borst van Klop. Toen kwamen aan het koningsbos alle dieren groot en vrij. De bos, bekend als Rijn. Hij had zo vreselijk veel met aan, hij dorst er niet naartoe gaan. Wie zich schuldig weet, die vrees. Zo was het ook met Rijn geweest. Hij was van het hof maar weggebleven, waar hij slecht stond aangeschreven. Het is voor de dieren in stad en land van Hulst geen prettig wonen meer. Waarom niet? Is het altijd maar slecht weer of is er niet genoeg te eten? Of oorlog misschien? Nee, nee. Alhoewel, dat laatste misschien net niet. Er gebeuren allerlei vervelende dingen. Geheimzinnige voorvallen vooral. Zo zit er een pauwhem te broeden en omdat ze kramp in haar poten krijgt, verlaat ze even haar nest om de benen te strekken. En waarlijk... Als ze terugkomt en ze is nog geen 5 minuten weg geweest, zijn al haar eieren verdwenen. Weg, niets meer van te zien. En zonder dat ze iets gemerkt heeft. Soms is er een kip verdwenen of zijn een paar jonge konijnen weg. Zulke dingen allemaal. En daarom is dat niet meer prettig. Want de dieren vertrouwen elkaar niet meer, omdat niemand weet wie de dader is. Alhoewel, niemand. Er gaan natuurlijk wel geruchten... En telkens keert dezelfde naam terug, maar niemand waagt het erop deze naam hardop uit te spreken. En al deze onheilsberichten zijn natuurlijk ook koning Nobel ter oren gekomen. En hij riep daarom een hofdag bijeen. En we zijn er samen hier getuigen van. Dieren, ik heb vernomen van mijn raadsheren dat er onvrede heerst in mijn rijk. Wat is er aan de hand? Wie kan mij daar meer over vertellen? Ik hoor niemand. Kom op. Als er iemand is die klachten heeft, laat hij ermee voor de dag komen. Ieder die hier aanwezig is, kan vrij uitspreken. Nou, wie mag ik het woord geven? Ik, moi, 1 keer. Ik at een sausies en hij stole die van mij. Juist toen hij... Wauw, wauw, laat daar beneden. Die worst was van mij, sire. Ik had die weggenomen bij de molenaar. Terwijl die lag te slapen. En dat hij die dan van Courtois afnam. Laat die sausies maar even rusten. Wie is hij dan? Hij heeft mevrouw Hersende aangerand en mijn kinderen bepest, zodat ze nu half blind zijn. Alle dieren weten al lang dat Reinaert en Hersende een verhouding met elkaar hebben. Van die kindertjes, daar blijf ik buiten. Maar toevallig heb ik die twee wel eens bezig gezien. En ik mag niet zeggen dat Hersende het niet naar haar zin had. Maar wie is hij dan? Ik snel op, jongens. Nou, kom op. Wie is die onverlaat dan wel, die al die misdrijven op zijn geweten heeft? Noem zijn naam, dan kan hij ter verantwoording geroepen worden. Nou, komt er nog wat van? Zo heeft zo'n hofdag helemaal geen zin. Reinaert! Wie? Reinaert! Reinaert de Vos! Zo, Reinaert de Vos. Reinaert, kom eens voor de dag en laat eens horen wat er allemaal waar is van al die beschuldigingen. Reinaert, laat je eens zien en leg het een en ander eens uit. Reinaert is er niet. Die is er niet. Isegrim, hoe zit dat? Ik had toch een hofdag bevolen voor alle dieren? Die durft niet te komen. Auw!
zijn kerfstok. En daarom durft hij hier zich niet te vertonen. Die durft niet te komen? Dat zou nog moeten kunnen ook. Dan moet hij gehaald worden. Is dat voor kabaal? Zie je, noem het geen kabaal. Hier ligt de beste hen die ik had. Koppen, zo'n herre. Kom ter zake, man. Wat is er gebeurd? Mijn gezin en ik wonen op een boerderij. Helemaal omgeven door een hoge muur. En bewaakt door twee honden. Stond vanmorgen Reinhard de Vos voor het hek. En hij vertelde me wat voor lekker er buiten op het erf allemaal te vinden was. Allerlei kevertjes, dikke pieren, de grootste. Laat dit details maar weg. Ik vertelde hem dat ik bang was van hem buiten het erf. Maar hij zei dat dat nergens voor nodig was. Koning Nobel, u sire. Had in vrede voor alle dieren afgekondigd. En daarbij was hij, Reinhard, geen gevaar meer. Want hij was vegetariër geworden. Met misschien tussendoor nog wel eens een enkel wormpje. Maar geen echt vlees meer. En ik geloofde dat. Ik ging naar buiten en ik kwam daar aangelopen. Reinhard. Hij vloog op mijn kip af en beet koppen dood. Gelukkig konden de honden Reinhard wegjagen. Zodat we koppen nog hebben en haar een passende begrafenis kunnen geven. Weer die Reinhard. Hij moet hier, hoe dan ook, voor het hof verschijnen. Brun, jij bent groot en sterk. Dat is een karweitje voor jou. Ga onmiddellijk op pad en breng hem zo gauw mogelijk hier. Wij begrijpen heel goed dat ons gezelschap u zonder moeite de hele middag lering en vermaak kan verschaffen. Maar er is meer te doen in Hulst en dat mag u zeker niet missen. Daarom begrijpt u wel dat we binnen het tijdsbestek dat ons ter beschikking staat, zo nu en dan wat vooruit moeten lopen op het verhaal. Kijk eens wie we daar hebben. Brun de Beer, de knapste raadsman van onze geliefde koning Nobel. Kom binnen, kom binnen. Ook al voel ik me niet lekker. Kom binnen, beste Brun, en zeg me wat er van je dienst is. Nee, Reinhard. Binnenkomen doe ik niet. En ik zal het kort houden. Jij moet mee naar het hof. Niets liever dan dat, beste Brun. Maar spijtig. Dat ik me niet lekker voel. Niet lekker? Hoe komt dat nou? Ach, zal ik een koninklijke boodschapper daarmee vermoeien? Vooruit dan. Het is hier geen vetpot meer, Brun. Mijn gezin en ik hebben weinig te eten. Dan heb ik gisteren uit armoede iets moeten eten. Brrr, ik ril nog als ik eraan denk. Wat dan wel? Honing, honing. Werkelijk, ik weet geen slechter eten dan dat. Maar ik moest wel. Ik had niets anders. Honing, Reinhard. Honing? Heb jij honing? Ja, Brun. Ik moest wel. Ja, maar Reinhard, er is geen lekkerder eten dan honing. En jij zegt... Nou, ik vind het rommel. Maar als je niets anders hebt... Maar als ik jou daar een plezier mee kan doen? Ja, ja, ja. Eerst een lekker maaltje honing en dan naar het hof. Waar heb je dat? Hier een eindje verderop bij timmerman Lamfrijd in een boomstam. Kom mee, dan wijs ik het je. Honing? Wie had dat verwacht? Daar, in die boomstam, daar zit een heel bijennest vol met honing. Neem er maar zoveel van als je lust. Oh, that's a good one.
gaat iets fout. Ik zit vast. Help me. Straks horen de mensen me nog. Dat zou nog zo verkeerd niet zijn. Blijven trekken, Bruun. Ik zal hulp gaan halen. Zo spannend. Naar het zich laat aanzien is Bruun het slachtoffer geworden van zijn eigen vraatzucht. Daar zal koning Nobel niet blij mee zijn. Wat is er gebeurd? En waar is Reinaert? Is die er niet bij? Ik had je toch opdracht gegeven Reinaert mee te brengen? Nogmaals, Bruun. Reinaert is niet meegekomen. Wat heb ik...